is een heugelijke dag. Het is een bijzondere dag. Ja, dat is het zeker. Het is voor ons echt het gevoel dat we nu eindelijk eens serieus worden genomen. Ja, precies. En dat werd tijd. Ja, want we zijn het waard. Dan willen wij nu het woord geven aan de eigenaar, om het maar zo te zeggen, van ons huis. Ja, waar we het aan overgegeven hebben. Paul, wil je naar voren komen? Dames en heren, Paul Swies. Meneer en mevrouw Willet Holthuizen, hartelijke dank dat het Paul Swies ding voor de periode dat ik directeur mag zijn van het Amsterdam Historisch Museum en Museum Willet Holthuizen zou zijn, dat Museum Willet Holthuizen weer grotendeels in de staat zou worden teruggebracht waarin u het heeft achtergelaten. En vrij snel al kwam ik Bert tegen op de gang. Die zei, zullen wij eens samen naar Willet gaan? En toen hebben wij hier bijna, samensweren rondgelopen over de toekomst van dit land. Ja, voor je. Dat hebben we. Dus het is een echt heugelijke dag. Want Bert is gepromoveerd. Willet was in zijn tijd een speel van het culturele leven in Amsterdam. Koninklijk Oude Kundegenootschap, Arti, dat waren echt de plekken waar het gebeurde in de stad. Thuis was hij ook een speel, hield thuis kunstbeschouwingen in wat nu de Blauwe Kamer is. Dat is zo'n verlaten zandbergkamer, die is nu blauw, was ooit groen. Er stonden 18 stoelen in, groene stoelen, met een hele grote trektafel. Als je hem uittrok werd het 4,25 meter. Daar kon Willet zijn gast aan ontvangen. Daar stond een kunstkast, daar stond een in stijl bijgemaakte buffetkast voor de versnaperingen natuurlijk. En daar werden kunstbeschouwingen aan huis gegeven. Dus ook aan huis haalde hij de stad binnen. Ik vroeg me af, wij vonden het leuk om Jos Holtkamp te vragen. Om te kijken van zo'n speel in een stad in 1865, jaren 70 van de 19e eeuw. Het hebben van zo'n huis aan een gracht. Een kunstverzameling. Hoe is dat om dat nu te hebben? Ik werd bijgepraat over de opzet. Ik dacht, dat klopt helemaal in deze tijd. Want het is ook een hele mooie sprong vanuit het verleden, vanuit jullie tijd, naar de hedendaagse toestand. En daar heb ik eigenlijk drie redenen voor. De eerste reden is dat met deze tentoonstelling eigenlijk ook het nieuwe mecenaat op de kaart gezet wordt. En ik ben ook bijzonder blij dat Paul toen net zei dat dit gebouw eigenlijk ook steeds meer een broedplaats gaat worden voor verzamelaars die elkaar ontmoeten, die elkaar informeren over hun aankopen en waarschijnlijk ook gaan bedenken van hé, wat past er in dit museum om als het op een gegeven moment als nalatenschap of in de actualiteit van tentoonstellingen weg te geven. Een tweede reden waarom ik zo enthousiast ben over deze tentoonstelling is dat hier een prachtige collectie toegepaste kunst staat. Nederland heeft dus een presentatieplaats voor toegepaste kunst ontzettend hard nodig en verzamelaars daarbij, dat is een schitterende combinatie. Waarom? En dat is mijn derde reden dat ik zo enthousiast ben. Verzamelaars van toegepaste kunst, dat is niet alleen maar objectgebonden aan het product. Je ziet het hier. Daar vraagt het altijd om ontmoetingen met anderen. Je geeft iets van jezelf weg. Je hebt je ruimtes, je hebt je collectie. Die wil je heel graag delen. Het gaat niet meer om het ding aan zich. Maar het gaat eigenlijk om het gemeenschappelijk beleven en gebruiken van de producten. En vrijheid geven en vrijheid en ruimte geven, dat zijn misschien wel de belangrijkste dingen juist voor verzamelaars. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. En om dat ook in een gebaar om te willen zetten, wil ik graag jullie, maar in dit geval ook de nazaten van jullie, een klein presentje aanbieden. Het object bevindt zich inmiddels in de kasten, maar dat is wat moeilijk te zien. Ik heb een hele kleine afbeelding hiervan. Het zijn een tweetal vaasjes uit de collectie, de historische collectie van Max Aardewerkfabriek. Paul, ik wens je daar ontzettend veel succes mee. En het is eigenlijk een mooi voorbeeld om vanuit het heden terug te kijken naar het verleden. Om daar weer een nieuwe synthese voor de toekomst van te maken. Gefeliciteerd. Ik heb een veel bescheidener cadeautje. Ik ben benieuwd of je het al hebt. Want het gaat over wat jij net vertelde. Als je het nog niet hebt, dan heb je het nu. En als je het wel hebt, dan doe je alsof je het nog niet hebt. En dat is een aanrader voor iedereen. Ik heb het niet.
gespeeld. Het is een boekje van de Boekmansstichting en de Vereniging Rembrandt. Het heet Bondgenoten of Tegenpolen, samenwerking tussen kunstverzamelaars en musea in Nederland. En wat ons betreft is dat voor ons het startpunt vandaag, dat we daarmee aan de slag gaan. Bert, willen we zeggen dat we het fantastisch vinden dat er eindelijk een fatsoenlijk proefschrift over ons is geschreven? Ja, het is bijzonder fijn dat er nu eindelijk een tentoonstelling over ons is en dat die ook lang zal blijven. Daar zijn wij zeer blij mee. En dat de relatie, zoals jij het al heel mooi zei, van ons met de stad en de stad met ons en de collectie met de stad. En de stad met de collectie, nou eindelijk is gewoon duidelijk zichtbaar. Ja. Dat wist je misschien niet, maar Jan Jansen maakt ook hele mooie sokken. Of liever zegt hij verkoopt ze. Het zijn Japanse sokken. En in deze sokken zit de bijdrage van jouw collega's aan het cadeau wat je wenst, namelijk de eetafel. Alsjeblieft.